Marion. Dag, ma. Kom je nog zo laat hier doen? Ik heb je patroontjes voor je bij me. Ach, dat je toch niet speciaal voor langs hoeft gekomen? Nee, we zijn naar het Colosseum geweest en ze waren toch in de buurt. Oh, wat draaide er? Fanfare. Leuk. Ja. Wil je een kopje koffie? Nee, pa staat beneden met de tandem. Nou. Hoe is het met het meesterbrein? Houd erover op. De hele maand is hij ermee bezig. 4 snippendagen heeft hij opgenomen. Nee, toch? Tot 3 uur 's nachts is hij aan het repeteren, samen met Sien. Ruzie met de greef van beneden. Oh. Ja, begrijpelijk natuurlijk. Maar ja, gelukkig zit hij nou boven, bij zus. Hij heeft een weddenschap met hem om een fles Exota, dat zij nog een liedje weet, dat hij niet kent. Nel, ik wist ze allemaal, ik heb er verpletterd achtergelaten. Oh, dag ma. Dag jongen. Morgen de grote dag, hè? Ja, we hadden het er net over. Ik moet jou 1 ding zeggen. Spaar je de moeite, ik luister toch niet. Ik stop niet bij 125 gulden. Jullie zijn allebei hetzelfde, hè? Jullie denken goedkoop. Nou, op mij heeft dat geen vat, hoor, die kruideniersmentaliteit. Lieve jongen, ben het toch helemaal met jou eens? Oh. Jij moet eens wat meer naar je moeder luisteren, Nel. Die wil ook dat doorgaan. Nou, en op. Dat gezicht van jou, als je het antwoord niet weet. Ik zou het voor geen goud willen missen. Dag. Nou heb je het helemaal voor elkaar. Je komt er hier niet meer in. En als we verhuizen naar Hilligersberg, krijg je geen adreswijziging. Hilligersberg, hij heeft nog geen vraag beantwoord. Ja, praat jij maar met hem mee. Hè? Je denkt toch niet dat een vrouw van Pericomo zulke dingen zegt? Pericomo? Wat heeft die er nou weer mee te maken? Die hebt toch ook zijn eigen televisieshow? Lieve Lita, als mijn man in bad gaat, houdt hij altijd zijn sokken aan. Wat vindt u daar nou van? Mijn man houdt zijn sokken aan in bad. Dat drukken ze dan nog af, ook dan vinden ze dat een probleem. Oh, vind jij dan geen probleem dan? Nee, natuurlijk niet. Zijn zijn sokken toch gelijk gewassen? Die man is zeker econoom. Daarna moet zij er nog in, lekker fris. Maar waarom gaat zij niet eerst? Dames gaan tenslotte voor. Ja, maar niet in bad. Dat zou een mooie boel worden. Koffie! Oh, maar dat is het antwoord ook. Lieve mevrouw De Bruin, waarom stelt u niet aan uw man voor dat u eerst van het badwater gebruik maakt? Hij is fijn. Komt die man afgepeigerd van zijn karwei, kan hij in het vuile water van zijn vrouw gaan leggen. Nou, is hier in elk geval geen probleem, want wij hebben geen bad. Wat hebben jullie nou wel? Nou, niks misschien, maar daarom hebben we ook nooit geen problemen. Die lieve Lita, dat heb voor nou totaal geen zin. Maar het is wel leuk om te lezen. Hier, ma, die is van vorige week, die kan je weer meenemen. Dankjewel, Kim. Bindt u ze nou echt allemaal in? Nee, dat doet pa. Al sinds de oorlog. Ik heb hele jaargangen op zolder liggen. En wat moet je daar dan mee met die flauwekul? Als je dadelijk dood en begraven bent, dan kunnen wij het allemaal weg gaan gooien. Ja. Ik word niet begraven, ik word gecremeerd. Oh, nou dan hebben we in ieder geval papier genoeg om je hand te steken. Gezellig. Lieve Lita, ik hou van mijn man en ik hou van mijn moeder. Maar als ze samen zijn, is het net kat en hond. Het is niet waar. En nou word ik de volgende maand 40, komt de hele familie. Hoe hou ik die 2 kemphanen uit elkaar? Jongen. Beste mevrouw De Groot, als uw man bij zo'n belangrijke gebeurtenis niet eens het respect kan opbrengen om zich te gedragen, sluit hem dan maar op in de kelder. In de kelder? Hebben we ook al niet. Het moet nou toch niet veel gekker worden met die damesbladen. Ze ondermijnen het gezin. Waarom lezen jullie niet in de krant? Daar steek ik tenminste echt wat van op. Paulus de Boskabouter zeker. Nee, die sla ik altijd over. Aan 1 eucalypte heb ik meer als genoeg. Lees jij de krant nou maar. Ja, dat zal ik zeker doen, ja. Ik hou me tenminste bezig waar het in het leven werkelijk om draait. Hiero. Koninklijk gezin in paleis Abbas de Grote. Op het majestueuze balkon van Shah Abbas de Grote nam de koninklijke familie de hulde van Isfahan in ontvangst. Kijk, daar heb die domme libellen van jullie nog nooit van gehoord. Dat is een weekblad, Jaap. Die komen volgende week heus wel met een grote reportage. Staatsbezoek aan Perzië, wat dacht jij dan? Grote kleurenfoto's. Prachtig. Ja, maar daar gaat het niet om. Dan maken ze het weer mooier dan dat het is. En dan maken ze er weer een sprookje van. En het gaat om de feiten. En de feiten staan in de krant. Zo'n briefrubriek. Zou dat nou niet een goed idee zijn voor de bruine Rotterdammer?
Daar is die Rio-krant toch veel te serieus voor? Ja, maar dat is het hem nou juist. Siem is veel te serieus begonnen. Oh. Daarom loopt die krant ook helemaal niet. Verbaast me niks. Ik heb hem ook, maar hij komt nauwelijks uit de wikkel. Niet omdat hij te serieus is, maar omdat het helemaal niks is, die Rio-krant. Simon werkt er anders hard genoeg aan, hoor. Ja, maar dat helpt allemaal niks. Nee? Het abonnementbestand is enorm teruggelopen en de losse verkoop staat op nul. Sigarenmagazijn De Vries heeft van de week de hele oplage teruggebracht. Nou. Zo, nou mensen. Ik ben er een stief kwartiertje mee bezig geweest, maar mijn hoofdartikel is af. Hooray. Het is me goed ook, want hij moet vannacht nog gedrukt worden natuurlijk. En dan ga ik zo meteen nog eventjes langs Blijdorp voor een foto te maken. Hm? En dan moet het wel heel gek lopen. Willen ze morgen niet als warme broodjes over de toonbank gaan. Nou, ik hoor het alweer, de panorama gaat wel sluiten. Waar gaat het deze week over zien? De bunzing van dichtbij. Blijft weer in de winkel. De bunzing van dichtbij. Ken dat niet van veraf? Die dieren die stinken een uur in de wind. Oh, oh, de bunzing verspreidt inderdaad een lucht die door veel mensen als onaangenaam wordt ervaren. Maar na drie keer heel goed diep snuiven blijkt dat geweldig mee te vallen. Ja, jij bent de riool gewend. En in dat artikel is zelfs mijn schoonmoeder niet geïnteresseerd, dus sluit er maar met die krant. We hebben misschien een heel goed idee, Sien. Een brievenrubriek zoals Lieve Lita en de Libel, weet je wel, maar dan een beetje anders. Ja, dat de lezeressen vragen kunnen stellen over hun liefdesleven en zo. Geven wij met z'n drieën antwoord. Wij hebben tenslotte ervaring. Ja, dat is een heel goed idee. Weet je wat ik doe? Deze week zet ik er gelijk een oproep in dat de mensen meteen kunnen gaan schrijven. Dan kan je ons adres opgeven, dan kunnen we hier meteen de antwoorden geven. Hallo, ik woon ook hier, hoor. Mijn naam staat buiten op de deur. Staat daar gekke Henkie dan? Leuk, leuk. Maar waar maak ik me eigenlijk druk om? Hij heeft al nauwelijks lezers, die bruine Rotterdammer, laat staan lezeressen. Sluit er dan maar die krant. En ik wou je net vragen voor de televisierubriek te verzorgen. Schei eens uit. Ja, zou die krant natuurlijk wel meteen gered zijn. Hij heeft wel geen tv, maar daar gaat het nou even niet om. Maar ik ga mijn talent dat nog niet verspillen aan de rioolkrant. Ach, je bent gewoon jaloers. Oh ja? Gewone kift dat jij het niet kan. Oh nee? Breng hem niet op een idee, zeg. Dadelijk zitten we met een buskrant. De buskrant? Ja. Dat is een heel goed idee. Daar loop ik al jaren over na te denken. Dat is al een heel oud idee van mij nog van voor de rioolkrant. Jo. Ja, Simon, dat weet jij niet. Maar ik loop niet zo met de dingen te koop. Hè? Maar ik ga het mij nou terugtrekken, Hiro, om mij te gaan wijden aan mijn hoofdartikel. Leuk, je kopers. Dan laat je hem gewoon bij mij drukken. Ja, ik ga het een beetje laten drukken bij de concurrentie. Jatten ze al mijn kopij. Goed, mensen. Ik ben dus even naar Blijdorp. Hè? Bedenken jullie dan allemaal even een mooie titel voor de brievenrubriek? Oh ja, hoe gaan we het eigenlijk noemen? Nou, ik dacht iets met onze namen erin, lieve Nelsus en moeder. Hoe heet u eigenlijk, mevrouw van Vlees? Eucalypta, lieve Eucalypta! Dag, ma. Dag, kind. Hang je zelf even je jas op, we zijn in de keuken bezig. Oh, ik ben hartstikke benieuwd. En ik verga van de honger. Dag, mevrouw van Vliet. Dag, ze. Nee, maar je mag het niet zien. Oh, nee, dan is het geen verrassing meer. Oh, kijk eens even aan. Nou, het mooie servies. Ja, anders gebruiken we het maar nooit. Maar dan moet hollebolle Gijs met mes en vork eten. Waarom weet ik daar niks van? Dag, Jaap. Waarom weet ik daar niks van? Dag, Jaap. Waarom weet ik daar niks van? Het is een verrassing. We eten gezellig met z'n vijfjes, Jaap. Zus en Sim eten ook mee. Als ik dit te zien heb, ik al gegeten en gedronken. Gisteren meer hebben wij. Kegelhemd schoon. Hand in de kast. Zo. En, ma, hoe is het gegaan? Hou erover op. We hebben 3 uur vergaderd. Maar jullie zouden het toch alleen maar hebben over de aanschaf van die nieuwe korven? Ja, dat is toch nog een punt op de agenda. De veteranen zitten met te weinig dames. Wat doet die pan in mijn bed? Nou, kunnen ze uit de competitie worden gezet. Wat doet die pan in mijn bed? Voor zaterdag komen ze 2 dames tekort. Wat doet die pan in mijn bed? Dat is de rijst, Jaap. Zo blijft hij lekker warm. Rijst? Wat mankeert er aan aardappelen? Jaap, alsjeblieft. Nou, had ik gedacht, zou het misschien iets kunnen zijn voor zus en jou?
Zo, klaar. We gaan korfballen. Vrouw van mij gaat niet korfballen. Ja, dat maak ik zelf wel uit. Ga jij korfballen, Nel? Nee. Ma zegt net dat ze van het zuiden twee dames tekort komen. Korfbalvereniging het zuiden, het moet dan toch niet gekker worden. Nou, we worden elk jaar anders wel kampioen van Nederland, hoor. Ja, het eerste, maar de veteranen niet. Kampioen. Hier, Simon, ik heb weer eens een vrouw. Dag, Sim. Wil gaan korfballen bij het zuiden. Zuiden, goede club. Bij de veteranen komt mijn dames tekort. Dames tekort, ergste wat er is. Ja, maar zou je ze bij Feyenoord nooit over horen? Ja, dat is ook geen gemengde sport. Nee, gelukkig niet. Stel je voor, Koen Moulijn in de voorhoede samen met Erika Terpstra. Erika, het leven is gevaarlijk hoor. Vooral op natte velden. Trouwens, die collega van jou, die Henk van den Berg, die zit bij onze veteranen. Ja, dan noem je er ook eentje op. Die woont niet voor niks bij zijn hospita. Jongens, aan tafel. We hebben heerlijk gekookt. Ik heb een geluksdag. Ik kan rijst gaan zitten eten. Praten over korfbal. Met mijn schoonmoeder. Nou, Simon, wij nemen wel een balletje op de club. Hè? Strakjes, Jacobus, strakjes. Eerst even dit. Aan jou heb ik ook lekker veel. Gezellig. Heel gezellig. Mijn moeder komt. Kan elk moment hier zijn. Ga jij mij nou vertellen dat ik twee peperdure kaartjes heb voor het toneelstuk van het jaar en dat het dan niet doorgaat omdat je moeder komt? Ik kan mijn moeder toch niet voor niks laten komen? Helemaal uit Schiedam. Helemaal uit Schiedam? Leg dat tegenwoordig in Australië of zo? Nee, Schiedam is met mijn acht. Gaat echt niet hoor, Jaap. Maar waarom ga je dan niet met Siem? Siem? Nou, weet ik niet hoor. Vanavond is dagsluiting op tv. Simon, wat doe je? Kan niet op twee stoelen tegelijk gaan zitten. Zeg je nou wel. Ga je omkleden. Goed, dankzij jouw moeder zit ik nou opgeschreven met dominee Okkerjager. Hoe kan mijn moeder nou weten dat jij twee kaartjes voor de Schouwburg hebt? Dat weet ze nou, dat weet ze. Hoe ze het weet, weet geen mens, maar ze weet het. Misschien heeft ze zo'n kristallenbol, misschien voelt ze het aan de extra ogen, maar ze weet het. Ze weet hoe ze er dwars kan zitten. Het is een haaiwaai. Ik heb je gewaarschuwd, ik wil dat woord niet meer horen. Oké, nou, je bent dus zo goed in kruiswoordraadsels, ander woord voor haaibaai. Ja. Ze houdt geen momentum mond. Nou, vanaf het moment dat ze binnen is. En overal heeft ze kritiek op en ze is niet nieuwsgierig, hoor. Nee, ze wil alleen maar alles weten. En een haaibaai is erg, maar een haaibaai en een bemoeial, dat is het allerergste. Nou zeg je het weer, ik waarschuw je nog één keer en ik ga straks met mijn moeder mee naar huis. Oké. Ik zeg er geen een meer, de hele avond niet. Tegen jou niet en tegen je moeder niet. Goed zo, komt er geen ruzie ook. Geen ruzie? Omdat ik niks zeg. Je moeder komt binnen, ik zeg helemaal niks. Is er binnen 3 minuten ruzie. Binnen 3 minuten, wedden. Ik zeg geen woord, binnen 3 minuten ruzie. Dag, ma. Dag, kind. Hé, blij dat ik zit. Huh? Oh, die trap. Waarom kunnen jullie toch niet gewoon fijn in een huis wonen met een tuin? Nou ja, dat kunnen jullie je natuurlijk niet permitteren. Je zus wel. Die woont in Tuindorp, maar ja, Piet heeft dan ook een goede baan. Ik heb thee op het lichtje staan. Wil je een kopje? Graag. Kaakje? Een kaakje wel, ja, doe maar. Kind, wat ben je toch mager. Eet je wel genoeg? Ja hoor, je zou ons boodschappenlijstjes moeten zien. Ja, daar zal wel een hoop op staan. Maar wat krijg jij daarvan? Oh. Ik voel me prima, ma. Laten we dat maar hopen. Beetje behoorlijk eten is toch wel het minste wat een getrouwde vrouw kan verwachten. Trouwens, weet jij wie ik van de week heb gezien? Theo van Schaik. Theo, weet je nog? Ah, oh, wat was die toch gek op jou, hè? Hoe ging het met hem? Oh, geweldig. Zag er zo goed uit. Nog altijd even slank. Ach ja, een man hoeft niet per se dik te worden. We hebben wel een kwartier staan praten. Ach, charmant. Ja, met hem was je heel wat beter terechtgekomen.
thee wordt koud. Wil jij ook een kopje, Jaap? Is er met hem? Niks. Jaap heeft twee kaartjes voor de Schouwburg vanavond. Siem van Boven gaat met hem mee. Siem van Boven? Kan hij niet beter zijn eigen vrouw meenemen? Kom toch niet. U zou toch komen? Schijnt een fantastisch stuk te zijn. U spreekt met uw moordenaar. Oh, oh, oh. Dat stuk. Mevrouw van Klaver heeft het gezien in Amsterdam. Ze vond er niks aan. Echt? In de krant staat dat het geweldig is. Daar staat zoveel in de krant. En dan dat gedoe, dat je niemand mag vertellen hoe het afloopt. Nou, mevrouw van Klaver had meteen al gezien dat Guus Oster het had gedaan. U bent een haai, baai, een haai, baai, een haai, baai. Ja, Nel, je hebt het goed gehoord. Ik zeg haai, baai. En dan ga je 100.000 keer met je moeder mee naar huis. Het is en het blijft een haai, baai. Oh, ja. Ja, Kooijman, daar zul jij spijt van krijgen. Een haai, baai. Die schoonmoeder van me. Die kon me even vertellen hoe dat stuk van vanavond afloopt. Dat Guus Oster de moordenaar is. Nou, dan hoeven we niet meer te gaan. Maakt dat nou uit? Wat maakt dat nou uit? Als je weet hoe...